Ja, ik heb gekozen voor dit boek van Stefan Zweig, Ongeduld. In het Frans heet het La Pitié Dangereuse. En het gaat eigenlijk over medelijden hebben met een ander. Het is een echte roman, een verhaal waar je helemaal in wordt getrokken als lezer. Het gaat over een officier die per toeval op een kasteel bij een diner terechtkomt en dan in gesprek raakt met de dochter van de heer des huizes. Die wil die ten dans vragen, maar dat gaat niet helemaal goed, want zij blijkt gehandicapt te zijn en niet van de plek op te kunnen staan. Een hele toestand met heel veel ellende en opschudding en hij vlucht het kasteel uit, maar bouwt een relatie op met de familie daar, die adellijke familie, met allerlei afschuwelijke verwikkelingen tot gevolg. En eigenlijk gaat het boek over slachtofferschap, wat dat betekent en wat er gebeurt als je je door medelijden laat meeslepen en dat het dan allemaal niet zo prettig afloopt als je zelf denkt. Dus je doet je voor als een weldoener, maar in werkelijkheid ben je niet zo onschuldig en het slachtoffer ook niet.